Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. En het is live radio wat we aan het maken zijn. Dit is de stem of Diaspora, Stamvaste FM. Ik heb nu live contact met Quintus Risti. Quintus, ben jij daar? Hallo? Je krijgt even een... Frans. Quintus. Ja, ben ik weer. Je bent live. Hoe is het met je? Rustig. Een beetje druk. Druk. Waarmee heb je druk nou? Werk, hè. Werk en studeren. Ik pak eerst. Het tweede dan. Studeren. Wat studeer je voor? Wat zeg je? Wat voor studie doe jij? Ik ben nu bezig met een... met mijn opleiding bestuurskunde. Oké. Okay. Mooi bezig, man. Hoe lang nog? In principe op papier moet ik nu afstuderen. Ja. Maar ik heb mezelf wat ruimte gegund om het in alle rust te doen. Dus als het afkomt, dan komt het af. Oké, okay, mooi zo. Dat is goed, man. Want je bent al beleidsadviseur, toch? Wat zeg je? Je bent ook beleidsadviseur, toch? In Suriname, terwijl je in Nederland woont. Hangt er vanaf wat je bedoelt onder beleidsadviseur. Want het beleid hier thuis maak ik. Of ik adviseer mevrouw als het gaat om het beleid hier in huis. Nee, ik heb het over op ministerie in Suriname bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, was het? Noord-Salim? Nee. Dat was ten tijde van de minister van Binnenlandse Zaken. Had ik daar... wel de functie als communicatieadviseur. Ja. Maar gezien het feit dat ze die functie niet hadden, viel het onder beleidsadviseur van de minister. Ja. En je wordt nog doorbetaald? Nee, ik wist wel dat het zo'n feestje was. Als je eenmaal bij Lanti bent, overheid van Suriname, als je eenmaal daar binnen bent gekomen, dan is het toch de rest van je leven, dat is wat ik hoor. Principe is iets dat heel hoog in het vaandel staat bij mij. Dat is één. En twee, ik was niet in overheidsdienst. Ik was onder contract bij het ministerie om ze te adviseren van 2018 tot 2020 op het gebied van communicatie als het ging om digitalisering van de EID. Oké, je was consultant. Je was niet in dienst. Okay. Nee, ook geen consultant. Ik was geen consultant. Ik had een contract. Nou, was je in dienst als je contract hebt? Contract, ja. Tijdloos contract kun je zeggen. Een contract voor onbepaalde tijd, sterker nog? Ja, sowieso. Onbepaalde tijd tot wederopzegging. Is het contract voorbij? Afgelopen? Ja, lang jongen. Vanaf, maar onbepaalde tijd, wanneer is het afgelopen dan? Ik heb het zelf, het is ergens in 2020 afgelopen, nadat de nieuwe regering is aangetreden. Die had geen behoefte aan mijn diensten. Oké. Dus daar houdt het op. Oké. Nee, het is goed om het duidelijk te maken, toch? Want ik heb het gehoord, Quintus is in dienst bij de overheid, terwijl die hier in Rotterdam of in Zuid-Holland ergens woont en hangt. Je hoort het is goed om bronnenonderzoek te doen en om te kijken en de desbetreffende personen eigenlijk te vragen op de man af. Nee, dat is mijn bron, mijn eerste bron. Jij bent voor mij de eerste bron. Het gaat over jou die geld zou strijken onterecht van de Surinaamse overheid, terwijl je helemaal niet in Suriname woont. Maar nu heb je het recht gezet, hè, van je kreeg geen salaris. Per wanneer is jouw salaris stopgezet? 2020. Oké, dus je leeft al 3 jaar op droog brood? Nou, toevallig geen droog brood, want ik heb geleerd dat je tomaten en uien kan stoven. Dan kun je dat als beleg gebruiken nog.
Tomaten en eieren, dat, dat is wel, oké. Okay. Ja, nee. Maar ja, nee, is goed. Jij staat ook bekend om. Maar Quintus, je studie, bedrijfskunde, binnenkort ben jij bedrijfskundige, prima. Nee. Geen bedrijf, bestuurskundige. Bestuurskundige ben je, ja. Oké. Okay, bedrijf, bestuur, sorry. Maar werk, hoe gaat het met werk? Mijn perceptie gaat niet goed. Dat is mijn perceptie. Ik zie je niet meer. Ik zag je al voorbij komen vaak. Ja. Zelfs dat in. Sterker nog, soms was ik op vakantie in in Wallonië. Diep in Wallonië. En dan kijk ik Belgische televisie en dan zag je voorbij komen. Maar ik denk van, kloek op hem als ik kon volgen. Niet, ja, jong. Ik zie je niet meer. niet bij de Belgische televisie. Maar jij wil me niet zien. Heb je geen Google? Heb je Google meer? Als je niet ook. Alla de programma's aan mijn Mekkie. Nee, waar maak je programma? Dat is hem juist. Ik zie je niet meer. Waar woon jij? Woon je in Nederland of in Suriname? Ik zeg altijd, ik logeer dicht bij mijn werk. En waar is je werk? Hier in Nederland nu. Oké. Okay. En wat doe je in Nederland? Wat voor werk doe je? Produceren van televisieprogramma's. Mm-hmm. En welzijnsactiviteiten en projecten initiëren en coördineren. Ik kwam het bij even bij tv-programma. Voor wie produceer je? Wat is jouw laatste programma? Of wat voor programma heb je? Die in productie is, augustus begint het nieuwe seizoen van QR-code. Hmm. En binnenkort, misschien begin najaar, op de landelijke televisie komt er een productie van. Oké. Okay. QR-code, wat is dat? QR is Quintus Risti. Je mag het ook zo interpreteren. Maar eigenlijk is het quick response. Nee. Het is culinaire regels en culturele regels. Het is een programma waarbij je eigenlijk laat zien waarom mensen dingen doen en hoe tradities, normen en waarden eigenlijk in elkaar zitten. Vooral als je gaat uiteten. Eten heeft een bindende factor. En in deze polariserende tijd is het belangrijk om allerlei methodes en systemen te gebruiken om mensen eigenlijk elkaar beter te laten begrijpen. In plaats van constant te vertrekken vanuit je eigen model van de wereld, je eigen perceptie, even horen zeggen. Oké. Okay. En waar gaan wij dat kunnen zien? Sowieso digitaal kun je het altijd terugkijken op internet. Uh-huh. En op Open Rotterdam. Oké. Okay. De stad van staan vaste. Ja, nee, dat is prima. Ik ken jou van landelijk, dus ik dacht. Als je eerder in Hilversum. Nee, joh, ik bedoel, staan vaste is toch ook niet in Hilversum, maar jullie zijn landelijk, toch? Jullie zijn toch ook over de hele wereld te luisteren. Dus tegenwoordig is het niet meer. Ja, maar onze doelgroep is duidelijk. We hoeven niet in Hilversum te zitten. We hebben dan onze eigen doelgroep. Ja, dus daarom maakt niet uit waar je zit. Je bereikt je doelgroep. Je kan in je woonkamer zitten en je bereikt je doelgroep tegenwoordig. Oké. Okay. Kijk, Quintus, in Nederland heb je naam gemaakt met Soko Soko, hè? Zo heet het. Was een typetje wat je deed bij Rijman? Nou, ik wil niet zeggen een typetje. Het is gewoon een weerspiegeling van situaties en van vormen en van evenementen en activiteiten vanuit mijn oogpunt. En de kreet was Soko Soko aan het einde. Net als hoe jij bijvoorbeeld zegt, Frans Bieders, the station man. Mm. Dus? Hi. Oké. Okay. Was dat hem? Nee, mama. Ik hoor hem niet meer. Ik zie hem niet meer. Quintus, waarom zie ik je niet meer op de landelijke televisie? Omdat je me niet zoekt, brada. Nee, landelijke televisie zoek je niemand. Dat is gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat zijn de 10 eerste zenders van Nederland. Omdat ik me... En daar hoef ik niet te zoeken. Dat kom je voorbij in de televisiegids. Ik heb me... scope een beetje verbreed om nu gewoon de hele wereld te kunnen voorzien met informatie van mij. En waarbij je ook zelf de regie in handen kan houden als je een programma maakt. Hè? Mm-hmm. Kijk, als je zelf gaat produceren of zelf gaat presenteren en je verbonden bent aan een televisiezender,
dan moet je ook voldoen aan bepaalde voorwaardes. En aangezien ik een bepaalde visie heb om eigenlijk ontwikkeling te brengen, maatschappelijke ontwikkeling, dan denk ik het op mijn manier te doen. En dan heb ik een breder en vrijer platform om het te kunnen doen. Is er geen animo voor jouw maatschappelijke projecten in Hilversum? Ik weet het niet. Ik heb nooit daar gevraagd als er animo is. Maar misschien zie je me wel over een... misschien zie je wel producties van mij. Je weet niet eens dat er producties van me zijn. Nou, dat zie je meestal de producent. Meestal wil John de Mol zijn naam heel groot onder een productie hebben. Niet dus, zo mooi om in stilte te werken en succes te bereiken. Sterker nog, maar ik ken geen enkele producent in Nederland die een productie maakt en zijn naam niet onder zet. Jij zou nou de eerste zijn. Nou, in de wereld. In de wereld, ja, want iedereen die een productie maakt, die wil graag dat het dat die wereld hoort van het is van Paramount Picture, is van Columbia Picture, is van Disney, is van John de Mol. Zo groot ben ik nog niet, zo groot ben ik nog niet. Nou, maar meestal als ze groot willen worden, dan gaan ze eerst werken aan hun brand, aan hun naam, dat de naam onderkomt. Maar heb jij productie die jij gemaakt hebt en ik niet weet dat het van jou is? Noem maar een productie bijvoorbeeld, of die zijn er gewoon niet? Die zijn er niet, die jij hebt gezien. Okay. Die zijn er niet die afgezien. Maar je werkt aan? Ja. Ik weet het niet, Quint. Dus een paar weken geleden, ik weet niet of weken of maanden geleden, hoorde ik je op de radio in Suriname. Kan het kloppen? Wanneer? Een paar maandjes geleden. Voor mij was je in Suriname. Werk je ook in Suriname op de radio? Of het kan zijn dat het programma's zijn die ik heb gemaakt, die worden uitgezonden. Bij ABC? Ja, dat zou kunnen. Ik ben nu al heel lang niet naar Suriname. Hoe lang ben je niet naar Suriname? Een paar maanden. Ja, een paar maanden geleden heb ik jou gehoord. Ik denk, nee man, ik heb die man net hier gezien in third place. En ik hoor je op de radio, Suriname radio. Oh, dat is het mooie toch van de digitale wereld. Je kan overal in de wereld zijn en je kan een programma maken en men denkt dat je daar bent, terwijl je helemaal niet daar bent. Oké, dat is waar. Want nu denk jij ook dat ik live ben, hè? Dat ik live met jou praat. Maar ik ben helemaal niet live. Met jou nu. Ik geloof je op je blauwe ogen. Trouwens, je hebt bij de televisie gewerkt. Ik word genaaid waar je bij staat. Hoe is je band met Jurgen Rijman? Top. Top? Top, ja. Oké. Dus er is niks, er is geen broeia tussen jullie? Nou, okay, nog nooit een broeia geweest. Nee, maar... Omdat je op een gegeven moment niet meer kwam in het programma. Je kwam niet meer voor in het programma. Dan gaan mensen denken, toch? En ik vertaal hier wat mensen over het algemeen denken. Hey, kijk, luister nog. Ik ben nog net niet zo ver om mensen te helpen denken. Ja, nee, ik ben hier om te vertalen wat mensen aan het denken zijn. En die het niet durven of die ruimte niet hebben om het te vragen. Dus dat is mijn werk. Ja. Hey, maar Surinaamse media, jongen, hoe kijk je naar? Hoe ligt het daar? Hoe zie jij de kansen daar? Hoe professioneel of amateuristisch is de Surinaamse media, journalistiek, communicatie? Ik denk dat in Suriname op dit moment wat media betreft, en dan wil ik vooral praten over radio, omdat radio mijn specialiteit is, zie je wel een verschil van hoe het vroeger aan toe ging en hoe het nu toe gaat. Ik denk dat ze heel hard aan de weg timmeren. Het is een unicum om zoveel commerciële zenders in een land te hebben met 600.000 mensen. Dus ik denk dat ze nog steeds iets heel, heel goed doen. Echt waar. Is er ruimte, maar zoveel radiostation? Hoe kan het voor zo'n... is er een marktaandeel? Komen mensen aan hun trekken dan... Sowieso, anders het zijn allemaal commerciële zenders. Dus ik denk dat ze allemaal... in elk geval geen droog brood met gestoofde tomaten en uien eten. Ja? Geloof je het? Suriname kennende. Maar aan de kant Suriname kennende is ook prestige om een zender te hebben. Of het nou winst of verlies draait. Maakt niet uit, het is een speeltje. Ik heb hem. Ja, maar dat is des ondernemer, hè? Mm-hmm. Elk diertje zijn pleziertje. Dus jij denkt alle media in Suriname die draaien... Tenminste, dat break even. Dat weet ik niet. Ze zijn in elk geval nog steeds in de lucht.
Ik heb geen inzichten in die mannen hun financieel beleid. Ja, want ik vind het raar. Hier heeft bijna 18 miljoen mensen, 5 landelijke radiostations. En Suriname, hoeveel zijn er? Meer dan 10, hè? Ja, meer dan 10. Wauw. Ja, man. Het is wel is een unicum, hoor. Ik bewonder het nog steeds op een populatie van 600 mensen. En ze worden allemaal beluisterd? Ze hebben allemaal luisteraars? Ik hoop het voor ze. Nee, je moet het niet hopen. Je moet me feiten geven. Jij bent ervan. Ja, maar ik kan je alleen zeggen. Je wakken in Paramaribo, je reina foto, je arki, je volkshef, Sayuna Media, ik geef maar juiste informatie, ja, een paar of niet. Maar Arkina, broer, ik kan niet alle radiostations tegelijk beluisteren. Maar dat meteen je toch. Maar je hebt een idee van die school spekkerbonen, dat was maar een Arki. Als je feiten wil hebben, kan ik niet vanuit mijn perceptie vertrekken. Dan moet ik ook even een onderzoekje gaan doen, toch? Het zou goed zijn dat er een keer een onafhankelijk luisteronderzoek zou komen in Suriname. Dat zou goed zijn, zodat we ook weten... Wie zijn de stations die het meest beluisterd zijn? Hoe is hun luisterdichtheid ingedeeld? Welke groepen luisteren? Waardoor de communicatie ook een beetje doelgerichter kan verlopen en niet eenzijdig. Nou ja. Wie is marktleider? Op dit moment? Ja, in Suriname. Ja. Boy. Ik zou het niet kunnen zeggen, maar ik denk dat de meest bekende radiostations op dit moment in Suriname, ABC, Apinti, SRS, Radio 10, die Hindoestaanse zenders, die hebben ook een hele grote bereik, denk ik. En natuurlijk voor onze Maron-luisteraars, Koyeba onder andere, associé volgens mij. Dat zijn een aantal. Dus kijk, nee, je kunt niet zeggen wie marktleider is. Nee, maar Quintus, dat is toch... Wacht even. Je kan niet zeggen wie marktleider is, omdat je moet kijken wat is de luistercultuur van Suriname. Hoe luisteren Surinamers naar de radio? Toch? Ze weten ongeveer van, oh ja, 3 uur is het nieuws, 4 uur overlijdensberichten. En zo switchen ze van radiostation naar radiostation naar radiostation. Dus ja, daarom zei ik ook al eerder, er moet een onafhankelijk goed luisteronderzoek gedaan worden in Suriname. Je moet ook kijken naar hoe is de samenstelling, de cultuur, sociologisch opgebouwd. Maar het is toch heel simpel hier. Hier heb je Radio Maart, Tamara. Maar Stanvast is marktleider, dat weet iedereen. Je kan Nederland niet vergelijken met Suriname, paps. Uh-huh. Dat kan je sowieso niet doen. Okay. Hier praat je over 18 miljoen mensen. Ja? Met een begroting voor de media van 300 miljoen. Ik bedoel, come on, dat kan Suriname niet vergelijken dan moet ik zeggen, ik heb ontiegelijk veel respect voor de mensen die hun hoofd in Suriname nu boven water houden. Ja. Nee, ik had het over lokale zender. Dat doet toch Slor hier in Rotterdam, die doet gewoon jaarlijks zijn peiling. Nee, Slor bestaat niet meer. Open Rotterdam heet het nu? Ja. Ja, Slor deed het, sticht in een lokaal Omroep Rotterdam. Die is nu opgegaan in Open Rotterdam. Doet Open Rotterdam dat nog? Ja, ik denk het wel. Okay. Maar er is ook een landelijke mediacommissie. Die doet dan de peilingen voor alle zenders die zijn aangesloten bij de mediacommissie. Ja, dat is kijk- en luisteronderzoek. Juist. Ja, maar die focussen meer op programma's, hè? Ja, aan de hand van je aantal goed scorende programma's bij je... Kan je ook marktleider zijn, toch? Word je marktleider. Nou, ik bedoel, als je kijkt hoeveel mensen... En dat is weer het mooie van het digitale. Hè? Jij hoeft geen marktonderzoek te doen. Maar als ik zie dat er 1000 mensen elke keer naar je programma luisteren... Nou, dan heb je een behoorlijk marktaandeel, hoor, vriend. Ja? Nou, ja, man. Ik zie hier 77.000 mensen die live luisteren. Hoor daar. Nou... Die naar jou luisteren, hè? Die luisteren naar jou. Maar over het algemeen zijn het 87.000, 90.000. Maar ik kijk op onze platform, wat nu live is, dan zie ik dat. Heel diaspora. Heel veel in diaspora en in Suriname. Mooi. Bij deze wil ik ze natuurlijk allemaal groeten. Braga, Safo de Foutang. In die bussie, wie zo de. Dus naar radio staan vast bij je Arki in Alassé. Zolang hadden we een appointje in telefoon met mijn Arki Radio. Dat wordt ook meegeteld hier. En, zeker. We tellen geen YouTube-views, dat is ontelbaar. Maar oké,
zie jij dan ruimte, als er zoveel zenders zijn, hè, zoals je zegt in Suriname, is er nog ruimte voor innovatie, voor nieuwe dingetjes? Denk. Tuurlijk. Ja? Innovatie kan altijd. Zolang je pioniers hebt, ga je innovatie krijgen. Oké. Okay. Zijn er nog pioniers? Sowieso is er ruimte voor vernieuwing. Er is sowieso altijd. Er moet ook ruimte zijn voor vernieuwing, anders groei je niet, brada. Ja, hè? Maar weet je, ik heb net iets gevraagd. Hè. Je hebt me 10 radiostations genoemd. Apinti, SRS, ST's. Alles heb je voor mij genoemd. Ik vroeg de marktleider. Ja, maar hoe moet ik de marktleider? Dat weet je, man. Als je komt, dan weet je van, nou, hier luister Suriname naar. Nou, nee. Het werkt niet zo? Ik ga het nog een keer. Want mino verstaan. Want ik zie niet, ja, dat ik het even... Mijn brokken en chimonijen? Tja, Rengo. Oké. Te luku afasifa usra namang e arki radio dan we arki programma we arki bepaalde mang sa u lobby dus te wamang e if you have 100 dusons ma dan wan dele arki A wan dele arki B wan dele arki C atrawa arki news atrawa arki overledensbericht dus fu go luku sumena amoro bigi wang ya bi for wan bigi onderzoek. Oké. Heb je het begrepen nu? Ai, minder begrepen, maar die is dan niks. Minder begrepen, hoor, in jullie die. Ja, dan kon je niet. Ja, dat moet je gaan onderzoeken. Maar... Oké, er is nooit onderzoek geweest. Dan Libera Amedia, Tori. Ik wil het dan met jou snel naar politiek, want ja, als jij met... Juna HVB, no? Ben je lid van HVB? Huis, ja. Hervormde. Wat voor staat HVB weer? Hervorming en vernieuwingsbeweging. Hervorming en vernieuwingsbeweging. Je bent nog steeds lid? Ja. Maar het is heel rustig rond de partij. Wat zeg je? Het is heel rustig rond HVB. Het is belangrijk om in tijden van onrust rustig te zijn, om zoveel als mogelijk situatie te overzien. Vooral als je niet binnen de mogelijkheden bent om directe oplossingen aan te dragen. Dus het is goed om in alle rust juist te kijken van wat gebeurt er. Bestaat die partij nog? Tuurlijk. Oké. Okay. Is het met Sapoen en Nur Salim? Onder andere, ja. Beide heren zijn er nog. Eén was toch weg? Nur Salim was... Iemand werd weggestuurd, toch? Iemand is weggestuurd. Uit recente informatie kan ik me niet herinneren dat er iemand is weggestuurd of dat iemand weg is. Nou, voor mij was... Ik heb geen... Dan is actieve herinneringen daaraan. Je hebt geen actieve herinneringen. Is je slaap staan maar voor actieve herinneringen toch? Ik moet het torentje per direct verlaten. Katseus. Misukumi kan direct, dat is jouw opening. Nee, mama, je noemt me grap. Dus heb je geen actieve herinneringen aan dat iemand van de top werd weggestuurd? Ik dacht dat Nur Salim werd weggestuurd. Niet nu hoor, een jaar geleden of twee geleden. Dat weet jij. Nee, het is me niet al zodanig bijgebleven dat iemand weggestuurd is. Het kan zijn dat mensen van mening verschillen en zeggen van... Hey, ik hou me even op de lute en ga even hergroeperen. Dat zou eventueel kunnen. Maar niet dat ik iets weet van dat iemand weggestuurd is. Dat weet ik niet. Ja, maar dat heb ik niet meegemaakt. Ik heb het wel gehoord. En mijn informatie is maar altijd... Luister nou, Juna... Hey, vanaf die democratie Jeremia. Maakt niet uit. Jij hoort van alles. Ja. En 9 van de 10 is zijn eigen interpretatie. Nee, joh. Juna Jeremia. Nee, joh. Ik hoor Sapoen en Nur Salim konden niet door één deur. Ik vraag het joh, hoor. Voor mij is het dan koud kunstje om Sapoen te bellen of Nur Salim. Dat ga ik ook nadoen. Dus, want nu trigger je mij om iemand te bellen. Nee, maar dat,
Nee, maar dat zou ook goed zijn, want dan heb je direct van de persoon zelf waarvan je het hebt gehoord. Net als hoe je mij belt om te vragen van, hey, ik heb gehoord je werkt in Suriname, is niet waar. En mijn tijdje direct is niet waar. Ja, ja. Nee, maar dat klopt. Maar wat is je functie in de partij dan? Wat zeg je? Wat is jouw functie binnen HVB? Ik ben lid van de HVB. Mm-hmm. En je kan bijna zeggen een soort van lobbyist om te kijken welke mogelijke potentiële samenwerkingen kunnen we aangaan met private organisaties in Nederland bijvoorbeeld, of in België of in Duitsland, die eigenlijk een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van Suriname buiten de regering om. Want ja, we zitten niet in de regering, hè? Nee, we gaan niet eens alleen om de regering. Jullie zitten nergens, ook niet in het parlement. Klopt. Ja, dus ik denk, uit hoofden waarvan zoeken jullie contacten met buitenlandse partner? Omdat we... Want niet eens één zetel heb je toch? Nee, maar kijk, nogmaals, je hoeft niet een positie te hebben in de regering bij Suriname opbouwen. Suriname is van ons allemaal en we kunnen allemaal een steentje bijdragen om het mooie land op te bouwen. In plaats van elke keer een vinger te wijzen van je bent niet daar of je hebt dit gedaan of je hebt dat gedaan of iets dergelijks. Wat doe jij? Wat is jouw bijdrage dat je levert? Is dat niet, hoor? Start local to develop global. Weet je hoeveel mooie initiatieven er in Suriname op dit moment lopen waarvan een heleboel mensen niet weten? Nee, een heleboel. Ik behoor bij die groep daar heleboelen dan. Noem 2-3 mooie projecten die nu lopen, bijvoorbeeld. Waar je enthousiast van zou moeten worden. Wat zeg je? Ja, waar je enthousiast van wordt. Nog een keer? Noem 2-3 projecten waar je echt enthousiast van wordt. Nou, er is bijvoorbeeld een organisatie die bezig is nu om een afdeling in te richten voor het academisch ziekenhuis. Een kinderkamer, zoals je weet, komen kinderen op de EHBO. En als ze op de EHBO komen, zien ze al die trauma's. Volwassen mensen die geschoten zijn of met een kapwond rondlopen, zijn allemaal trauma's. En nu is er een organisatie hier in Nederland bezig, waar ik ook aan meewerk, om een kamer in te richten in het academisch ziekenhuis. Om bijvoorbeeld deze kinderen apart op te vangen, zodat je kinderen niet blootlegt aan trauma's van anderen. Okay, dus kinderen die nu naar de eerste hulp gaan, die krijgen nu een soort eigen ruimte. Is dat hem? Ja, dat is de bedoeling. Daar zijn we voor aan het lobbyen. Mooi, mooi, mooi. Een kamer in AZ. In de EHBO. Er zijn een heleboel organisaties die op dit moment bezig zijn om mensen die rolstoelbehoevend zijn of hulpmiddelen nodig hebben om die op te sturen. Nou, er zijn een heleboel mooie initiatieven en een heleboel ontwikkelingsplannen die op dit moment lopen. Ja. En straks zijn er de verkiezingen. Hè? Zijn jullie klaar voor HVB? Ik denk dat als politieke partij het altijd belangrijk is om klaar te zijn om je land op te bouwen. Het maakt niet uit. Kijk, de verkiezingen is alleen maar een meetgraad en een moment om een peiling te houden van hoe sta je in die samenleving. Waar sta je? Hoeveel mensen mag jij vertegenwoordigen? En als je op een gegeven moment tijdens de verkiezingen een zetel binnenhaalt, dan is het weer tijd om te werken voor het land. En niet voor een politieke partij of voor een functie of voor jezelf. Je gaat werken voor het land. En daar werkt de HVB nu aan. Ja, oké, dus jullie zijn al in de startblokken dan, zeg jij indirect? We zijn nooit uit de startblokken gegaan. We hebben altijd in het veld... We hebben nooit in de startblokken gezeten. We hebben altijd in het veld gezeten. Jullie hebben nergens gezeten, toch? In geen enkele officiële orgaan. Nee, maar het gaat niet om alleen in organen. Je hoeft niet in organen te zitten om verandering te brengen. Je hoeft niet in Quintus, ik denk dat je wel bij de juiste plekken moet zitten, aan de juiste knoppen, om daadwerkelijke veranderingen te brengen. Ja, nee, sowieso. Kijk, als je op een gegeven moment niet in het machtscentrum zit,
kan je geen besluiten nemen die landelijk van invloed kunnen zijn. Maar je kunt wel als grootste buitenparlementaire partij doorgaan met de activiteiten waarmee je bezig was. En dat is gebiedsontwikkeling. Mensen stimuleren, mensen helpen. Mm-hmm. Toch waar nodig. Ja. Zie jouw toekomstige partners? Wat zeg je? Zie jouw toekomstige partners voor eventuele samenwerking? Nou, de HVB werkt met iedereen samen die wil werken voor land en volk. Ja, oké. Okay. Dus je leidt niemand uit? Nee, natuurlijk. Het ligt ook niet aan mij om mensen uit te sluiten trouwens. Hoor. Laat me dat duidelijk zeggen. Maar ik bedoel, als ik jij zegt, dan bedoel ik HVB, hè, want je praat ja, kijk, ik kan niet, de partij, ik kan niet voor de. Ik kan niet voor het hele bestuur gaan praten. Maar je deelt de mening van het bestuur, anders zit je niet bij de partij. Ik deel de filosofie van hervormen en vernieuwen. Oké. Die filosofie. Ik geloof dat het belangrijk is om te werken aan verandering, innovativiteit. Ja. Dingen die verkeerd zijn gelopen, dat je een tweede kans krijgt om ze te corrigeren. Of omdat je een andere... Als je processen bezig bent met ontwikkeling, ben je in een proces. En dan moet je processen gaan optimaliseren. En om processen te optimaliseren, moet je beginnen. En dan kan het in het begin een beetje stroefjes lopen. Jij was toch niet geboren en je was gelijk omroeper? Nee. Nee, ja, dus bijna. Het is een proces. Ja. Het is een proces. In mijn geval wel. Maar... maar <niet denk. laughs> mooi proces. Maar wat zie je zelf dan in die partij, als die partij straks zetels haalt? Wat word jij, wat zie je zelf voor de partij betekenen? Hey, brada, ik ga voor de partij niets betekenen. Ik wil betekenen voor mijn land. Voor Suriname? Ja, voor Suriname. Oké, mooi. En het is leuk om je aan te sluiten bij een groep die dezelfde ideologieën heeft die jij hebt, dezelfde visie. Mm-hmm. Het hoeft niet altijd de juiste te zijn, maar dat je wel samen, en daar moeten we naartoe gaan, samen moeten we opbouwen. Samen moeten we werken aan de ontwikkeling van Suriname. Ja. Kijk, de laatste verkiezing heeft deze partij, jouw partij, HVB, 0 zetels gehaald. Verkiezingen zijn, ik zeg over een jaar hoor, het zal ietsje langer zijn dan over een jaar. Waarom zou je nu zetels halen dan? Wat zeg je? Waarom zou je nu zetels halen uit niks? Want je hebt 0 gehaald en nu is er weer binnenkort weer verkiezing. Waarom ga je nu zetels halen? Waarom ik nu zetels ga halen? Ja. Omdat het volk behoefte heeft aan verandering en vernieuwing. Okay. Het volk wil een stukje goed bestuur zien. En ik denk dat het volk eigenlijk wil werken aan een stukje ontwikkeling. En als het volk ziet dat ze bij de HVB op de juiste plek zijn en met de HVB zelf kunnen ontwikkelen, dan zijn ze welkom en dan gaan ze stemmen en dan krijg je zetels. Zo werkt het. Je krijgt geen zetels, je werkt voor zetels. Je geeft mensen het vertrouwen en je dient de mensen te respecteren dat ze jou het vertrouwen hebben gegeven om voor hun een betere omgeving te creëren. Ja, maar het vertrouwen... Zo werkt het. Maar het vertrouwen krijg je niet zomaar. Dat heb je al aan de lijf ondervonden. Wat bedoel je daarmee? Ja, ik bedoel, je zegt, mensen geven je het vertrouwen, dat met andere woorden, ze geven je zetels. En ik zeg, het vertrouwen, CQ-zetels, krijg je niet zomaar. Nee, je moet werken, je moet het vertrouwen van mensen winnen. Uh-huh. Je moet mensen perspectief bieden, je moet mensen... Hoe wil je het vertrouwen winnen? Wat ga je anders doen dan wat er nu gebeurt? Wat voor geluid willen mensen, ga je mensen laten horen? Nieuw geluid, wat voor geluid is het dan? Nou, het is niet eens nieuw geluid. Ik ga geen mensen laten horen wat ik wil. Ik wil, of wat zij willen. We gaan samen met het volk moeten we eens een keertje gaan zitten en kijken van hoe willen jullie dat? Suriname, Sranamang, Sa'uwani en Fa'uwandoro drape. Het wordt tijd dat we een stukje faciliterend beleid en bestuur gaan toepassen. Anomi otaki samno do. We creëren een fasie, een omgeving op de zodanig dat if you want onderneem, dat je onderneem. If you want gua scoren, dat je moet gona scoren. Dat moeten wij als overheid, en dat is een taak van een overheid, om het,
om een visie te hebben, om mensen het perspectief te geven, om mensen het recht van bestaan te geven. En dat doe je met goed bestuur, transparant bestuur. Ja, ja. Hoe doet deze regering het? De huidige regering? Ja. Ik denk dat ze, hoe ze het doen, ik denk dat ze het doen zoals ze denken hoe ze het moeten doen en wat binnen hun vermogen ligt om te kunnen doen. En ik ga niet oordelen, maar als ik kijk naar de situatie, als ik kijk naar de situatie waarin het volk zit, dan denk ik dat het niet is wat het volk wilde hebben. En laten we elkaar geen mietjes noemen, Isabi toch? Als ik ga zeggen ze doen het niet goed, dan heb ik eenzijdig gekeken. Want je wil me niet zeggen dat de regering alleen maar dingen doet die niet goed zijn. Maar ik denk dat ze dingen heel anders zouden moeten doen dan ze het nu doen. Als ik vanuit mijn bekrompen kijk op zaken, er wat van mag zeggen. Je bent al politicus, Quintus, want weet je dat ik geen touw kan vastknopen aan je antwoord? Zo politiek correct. Hè? Ja. Ik vertel je alleen hoe ik het zie en hoe ik denk. Ja, maar het is zo correct. Waar moet ik, welke kant kan ik? Ik kan alle kanten mee, hè, met je antwoord. Je mag alle vragen stellen die je wil hebben. Nee, het gaat niet om vragen, maar hier bijvoorbeeld, doen ze het goed of niet? Ja of nee, het is simpel. Een definitie, maar het is niet... Het is niet aan mij om een ja of nee oordeel te vellen. Kijk, als ik zeg dat iemand iets niet goed doet, dan wil ik tenminste minimaal met een alternatief komen hoe het eventueel anders zou kunnen. Want het is makkelijk om te zeggen van je doet het niet goed hoor. Dat is waar. Het is makkelijk te zeggen hoor. Maar ik heb niets eraan als je me zegt van ik doe het niet goed. En je hebt ook geen alternatief. Ik heb meer eraan als je ook met een alternatief komt of me kan zeggen hoe kan ik het hervormen om het te vernieuwen. Dus jij zegt duidelijk er is geen alternatief voor Santokki en Brunswijk. Ja, ik wil die vraag goed begrijpen voordat ik antwoord op je geef. Er is geen alternatief voor Brunswijk en Santokki. Dat is niet wat ik zeg. Dat is niet wat ik zeg. Oké, wat zeg jij dan? Ik zeg, Het is makkelijk om mensen te beschuldigen en mensen te zeggen dat ze het niet goed doen. Ja, dat is maar waar. Je moet met een alternatief komen hoe ze het anders kunnen doen. Hoe ze het kunnen hervormen. Kijk, okay. je hebt een bepaalde vorm. En als die vorm niet goed is en het werkt niet goed, of je hebt geen resultaten als zodanig zoals je dat hebt toegezegd of beloofd, dan moet je het gaan hervormen om het een nieuwe vorm te geven. Begrijp je? Ik begrijp je dus, helemaal. Als je, if you went Kriwanjari, nangawanifi, en je ziet dat van, als dat niet goeie om ik iets blaren, dan moet hij dat in het doen, boom. Maar dat Sami Odu, mi okayu na motai tak e Frans. Je broko na ngawa nefi, je moet zeggen je broko na ngawa nefi. Want mi leri tak ik broko na ngawa uru, om ik gomoro snel. Mim sorry for I broko, so I broko. Dat you kan taki van e, ik ga ook met een hower doen. Dat mi breiti. Mi nou ook wat drapen dan moet begin tak de tegides, maar tak van hey. Mensen, jullie moeten niet naar Frans Pinas kijken, want hij doet het niet goed, ik heb een hower, ik ga het doen. Maar misschien weet Frans Pinas dat er daar niet met een hower gewerkt kan worden. Want ik kijk nog steeds van buiten af, hè. Beste stuurlui staat altijd aan wal. Oké. Okay. Nee, dat is duidelijk. Als ik het samenvat, dan denk je van, zeg jij eigenlijk, dat is wat ik hieruit haal van, het is makkelijk om kritiek te geven, maar je moet wel een alternatief hebben. Ja. Oké. Okay. Maar dan zeg ik dan, indirect is er geen alternatief voor Santokki dan. Zoals de kaarten nu liggen, is er geen alternatief voor deze regering. Want iedereen vindt dat ze het slecht doen, maar is dat... Kijk, het is moeilijk om te zeggen dat er geen alternatief voor hem is. Want ik weet niet wat zijn visie is, ik weet niet wat zijn beleid is. Nee, is wat jij ziet en ervaart. Dat doet hij al, dat is wat je nu meemaakt, dat is zijn visie, dat is zijn beleid. Kijk. Het moment dat jij tegen me zegt van Quintus, ik maak radio op zo en zo en zo een manier, omdat ik zoveel mensen wil bereiken en over een periode van 3 jaar of 5 jaar heb ik dat bereikt en tussentijds gaan we stappen evalueren en kijken van hey, zijn we nog op de goede weg? Maar dat zie ik niet, dat hoor ik niet. Oké. Okay.
alarm is wel af. Nee, maar ik ga afronden. Alarm. Waar zit je? Zit jij nou in Mungo of zit je in Suriname? Ik? Ja. Ik zit in Paramaribo. Sorry, ik zit in Rotterdam, man. Ik dacht dat je op Mungo was. Nee, ik wil dan tot besluit wil ik het daar met jou hebben. Een blauw weekend. Huh? Nee, de kroning van Brunswijk, jij maakte je druk, no? Over dat Brunswijk koning gekroond werd. Eerste instantie, hè, toen ik het voor het eerst hoorde. Was je helemaal van slag? Ik moest jezelf troosten nog, van Quintus, ja, het kwam goed. Ik dacht, mijn god, wat gaat er weer gebeuren? Wat toen ben ik, en ik ben toen even gaan onderzoeken een beetje. Want kijk, publieke opinie kan je heel erg beïnvloeden. Toch? En zo lees je iemand gomen naar een bepaalde man. Is de man met grap ook toe. Maar het is belangrijk om je bronnen te gaan checken en te gaan onderzoeken. En als je erachter komt dat er meer achter die kroning of bekroning zit van Brunswijk, dan zou je het eigenlijk kunnen vertalen naar een kans die hij weer kreeg als VP, tweede man van het land, om een stukje ontwikkeling te brengen voor Suriname. Hij heeft nu een eretitel gekregen en in de culturen van waar hij het heeft gekregen wordt het koning genoemd. Het had ook kunnen zijn ridder in de orde van de gele ster. Of het had een lintje kunnen zijn van de koning dat je ik weet niet wat die titels zijn van de koning allemaal. Maar zij hebben een naam voor een erkenning. Maar het belangrijkste is te onderzoeken waarom heeft hij het gekregen en wat kan hij doen nu hij deze titel internationaal heeft gekregen. Als je hoort dat er koningen zijn gekomen uit Ghana, als je hoort dat er organisaties internationaal zijn die geïnteresseerd zijn in Suriname en hebben geobserveerd en vanuit hun invalshoek hebben ze hem deze eretitel gegeven, dan denk ik dat het goed zou zijn dat de VP eigenlijk gaat kijken van oké, ik kies wel status, ik kies wel titel, mi ab money, mi lob di money, want dat is mijn hobby, van mi kan gebruik mi money, boom. Eerste sansa mi bedoel, mi bo begin soek, wan fasi op wan cultureel centrum na Mungo. Pede yo wan katek leri, waar de jongeren, tenminste, laat hij vanuit zijn functie die hij nu heeft, als verbinder, want op basis daarvan heeft hij het gekregen, als ik lees wat meneer Dundas heeft gezegd, zijn manier hoe hij mensen verbindt en de cultuur die hij hanteert. Laat hij een centrum opzetten in Mungo waar bijvoorbeeld culturele wetenschappen worden gegeven. Toch? Laat hem met alle geld dat hij heeft bijvoorbeeld een cassavefabriek opzetten. Weet je hoeveel mensen in Ghana cassave niet kennen? En zo zijn er een heleboel mogelijkheden. Hij is nu daar in die positie, toch? Om Suriname op de kaart te zetten, internationaal. Want nu, als je kijkt welke mensen achter die organisatie zitten die hem deze titel hebben toegekend, toch, zijn het geen kleine jongens. Zijn het wel mensen die internationaal, zowel in Amerika als in Afrika, best wel een bepaalde positie hebben. En laten we daarvan gebruik maken. Toch? Ala ogri etjou een boemi mabotaki. Toch? Dus tover het om naar iets dat functioneel kan zijn. Iets dat duurzaam kan zijn. Oké. Okay. Weet je, kijk, ik bedoel, ik niet op zo voor moeilijk van Bravo, zoals de VP het uitlegt, hij heeft geld, hij is multimiljonair en dergelijke. Dan zou ik dat geld investeren in duurzame projecten. In fondsen, in ontwikkeling. Mm-hmm. In mensen groter maken dan ze zelf dachten dat ze konden. Ja. Ik zou ze onderwijs bieden. Ik zou ze het recht van bestaan bieden. Ik zou ze de kans geven voor Troasani. Mik allemaal importeren want toen kon maar voor Ghana kom. Ze kennen de cultuur van de Marons. Dan ga op de Anton de Kom Universiteit kijken hoeveel Marons daar zijn. We moeten niet denken dat ze dom zijn. We moeten niet denken dat mensen achtergesteld zijn of niet willen of lui zijn. In het leven is het ook belangrijk als je een leider bent, mensen de kans en de ruimte te geven om te groeien, om beter te worden dan jou. Een betere versie van mij wil ik dat jij wordt. Waarom denk je dat ik je altijd coach op de radio?
Je hebt het over mij? Dus ik denk dat het goed zou zijn. Ik denk dat het goed zou zijn dat, dat we even stilstaan bij wat is het precies? Wat houdt het in? Het is maar een, het is een naam. Ik zou zeggen het is maar een naam. Mm-hmm. Heb je toch? Maar van waar komt het dan? Want toen je het nieuws hoorde, jongeman, ik zag stomen uit je oren overal komen. Van, je stuurde me zijn een bericht van Brunswijk, koning, dit moeten we niet willen. Ik zeg, Quintus, blijf rustig. Weet je, en dat is precies wat ik in mijn inleiding heb gezegd, hè, toen je me deze vraag stelde. Het moment dat je een bepaald nieuws hoort, ga je altijd gelijk denken van, hé, wat is dit? Hoe zit dit? En dan kan je meningen hebben. En dan kan je even denken van, hé, wat is het niet? En dat is eigenlijk de valkuil. Onwetendheid. Want die niet door rustig, dan berekent dat van, hé, kom wel lukken precies sana sani. Weet je, het is iets dat is overgewaaid uit Afrika. En dat zijn hun tradities, hun normen, hun methodes. En hij is door een internationale organisatie, heeft hij een erkenning gekregen voor iets dat hij doet. Voor mensen die zich herkennen in hem. En dat mag. Punt. Maar nogmaals, je bent VP. Mm-hmm. En je hebt een verantwoordelijkheid. En die verantwoordelijkheid is om een land goed te draaien. Dat is... En hoe ga je het land goed draaien? Nou. Ik ben aan het solliciteren, hoor. Nou, je bent aangenomen. Nee, je zit al goed bij AVB. Ik grand tangi Quintus voor jouw tijd. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.